Johan van Kampen, het is alweer 2 jaar geleden, 2015, dat jullie hier opgave hebben gedaan aan de oostflank. Ja, de oosten. Ja, jullie hebben een boek laten maken en waar gaat het boek precies over? Ja, we hebben eigenlijk 2 boeken gemaakt. Je hebt zeg maar de wetenschappelijke rapportage, die is voor mensen die echt geïnteresseerd zijn in archeologie. En de gemeente vond het zo interessant dat we dus ook een publieksboekje mochten maken. En daarin staan zeg maar de resultaten zo opgeschreven dat het voor iedereen te begrijpen is eigenlijk. Want jullie hebben dan een paar maanden hebben jullie gegraven. Hoe lang hebben jullie gegraven? Ongeveer 2 maanden hebben we gegraven, ja. En wat is eigenlijk allemaal eruit gekomen? Wat hebben jullie gevonden? We hebben resten gevonden van menselijke activiteit. Dus van alles. Vanaf zeg maar 8000 voor Christus tot en met de middeleeuwen. Waarvan het meest bijzondere eigenlijk een vennetje was. Met een palenrij eromheen van zo'n 5000 jaar geleden, zeg maar. En dat ven hadden ze helemaal volgegooid met allemaal scherven. Er komen kleine 30.000 scherven uit. En hebben jullie het ergens in een museum laten opstellen? Nee, nog niet. Het momenteel ligt nog bij ons op het werk. Daarna gaat het naar het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten. Maar mocht het Museum van Wijchen bijvoorbeeld een tentoonstelling over doen, dan kunnen ze er een bruikleen van maken. En dan kunnen ze het gewoon binnen in het museum tentoonstellen. Ja. Maar jullie zijn daar elke dag bezig geweest. Met hoeveel mensen hebben jullie het eigenlijk gedaan? Het team bestond ongeveer uit 10 man. Het kwam vanuit Amsterdam, geloof ik, hè? Ja, het bedrijf is het hoofdkantoor zit in Amsterdam aan de Vrije Universiteit. En zelf werken wij in Beest en in dependance daarvan. Ja. Het boek, waar kunnen we dat boek kopen? Voor zover ik weet is het hier dus bij de VVV te krijgen in Wijchen. En ook in het Museum Kasteel van Wijchen, dat het aan te schaffen is. Ja. Is het een dik boek? Het boekje zelf, het bestaat uit een kleine 50 pagina's, 40 pagina's. Terwijl het grote rapport, zeg maar, dat ook bij het museum te verkrijgen is, kleine 500 pagina's. Ja. Hier op de oostflank, zijn er nog wat dingetjes, elementen nog te vinden? Hier bijvoorbeeld in het gebouw of onder in de garage hier? Ja, de gemeente die vond het echt een mooi project, zeg maar. Dus ze hebben gewoon geprobeerd om ook de archeologie hier in het gebouw vooral weer te geven. Ze hangt in de parkeergarage een hele grote reconstructie door Mikko Kriek, onze tekenaar, gemaakt, zeg maar. En ook in het gebouwtje zelf hangen verschillende, in de liftschachten geloof ik, hangen wat foto's van vondsten die we hier gedaan hebben. Interessante baan. Ja, het is fantastisch werk. Het is echt geweldig. Ja. Je zit eigenlijk altijd buiten, of niet? Nee, dus de helft van de tijd zit je buiten en de andere helft binnen. Want ja, de boeken moeten ook geschreven worden. En dat doe je dus binnen, zeg maar. Ja. Nou, ik hoop dat heel veel boeken worden verkocht. Dat heel Wijchen ervan mag genieten. Ik wens je heel veel succes met andere opgavingen. En bedankt voor de interview. Nou, dankjewel.